Zo, we zijn hier al met NK Dressuur. Ja. Hoe is het om weer op concours te mogen? Heerlijk. Weet je, als je zo lang niet meer kan gaan, dan is het wel fijn als je eigenlijk weer een keer op een groot evenement kunt gaan rijden. Want dat hebben we natuurlijk enorm gemist. We waren uiteindelijk wel weer wat kleinere wedstrijden, dat is ook leuk. Maar ja, dit is natuurlijk wel echt super gaaf dat je weer op een NK kunt rijden en dat het ook georganiseerd wordt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het echt fantastisch georganiseerd. Het ziet er echt geweldig uit en ik vind het stadion mooi, ik vind de andere banen mooi, weet je. Het is gewoon heerlijk om weer te kunnen rijden. Nou, dat is echt wel, daar doe je het ook voor. Hè? Je traint voor dit soort wedstrijden. En ik vind het fantastisch om zulke evenementen te mogen rijden. Is het dan misschien dat je het nog meer gaat waarderen wat eigenlijk misschien een beetje normaal anders is? Nou, wat ik wel merk is het publiek. Weet je, als je natuurlijk zoveel evenementen hebt, dan zie je dat er minder publiek komt. Hè? En nu zitten er weer veel meer mensen. Er zijn weer veel meer mensen, want ze zijn enthousiast om te komen kijken. En je hoort het ook, hè, hoe enthousiast mensen zijn op de tribune. En ik ben blij dat het er weer is. Weet je, want het wordt enorm gewaardeerd door mij sowieso. En ik denk door onze ruiters allemaal. En voor mij mag het natuurlijk weer vaker. Maar dit is fantastisch in ieder geval. Dit hebben we vast. Ja. Hoe heeft jullie stal de afgelopen periode doorgemaakt? Ja, we hebben eigenlijk gewoon doorgetraind met de paarden, gelukkig. Dat is dan weer fijn. Hè? Wij konden wel ons werk gewoon doen. Ik heb wel in die periode wat minder lessen gegeven, of eigenlijk geen lessen gegeven in verband met de corona. Dat vonden we eigenlijk wat veiliger. Het mocht aan zich één op één, mag het wel. Maar dat hebben we tijdelijk even niet gedaan. Dat hebben we nu wel weer herpakt. En voor de rest konden we gelukkig wel onze paarden gewoon trainen. Alleen ja, je hebt geen wedstrijden. Dat is wat ze natuurlijk enorm misten. Er waren geen merriekeuringen, er waren geen wedstrijden. Nu zijn er natuurlijk gelukkig wel wat merriekeuringen geweest. Er zitten nu ook wat pavo-selecties zijn er weer. Dus we zijn wel weer gelukkig een beetje aan de gang. Dus dat vind ik wel erg fijn hoor. Ja, ja. Ja, we spraken ook wat springruiters. Die zeiden van ja, we missen toch ook het prijzengeld en zo. Er lopen wat inkomsten mis. Dat snap ik. Hoe is dat bij jullie? Nou ja, het prijzengeld is natuurlijk bij ons niet echt mega hoog. Hè? Maar ja, mis je dat? Ik denk dat je de wedstrijden meer mist als het prijs gehad, vind ik, op mijn, als ik het bekijk. Weet je, ik heb niet het gevoel dat ik het alleen maar voor het prijs gehad doe. Ik vind het wedstrijdrijden echt wel fantastisch. En het prijs gehad is natuurlijk niet zo hoog bij de dressuur. Nee. Dus ik snap de springruiters absoluut. Ik denk dat het bij ons meer is dat we gewoon graag willen gaan. En de handel? Die neemt ook alweer toe, gelukkig. Ja, dat heeft natuurlijk ook een tijd stilgelegen. Maar nu is het natuurlijk wel weer meer vraag. En gelukkig, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, want volgens mij vlak voor corona hebben jullie ook nog een toppaard gekocht, toch? In december? Klopt. Op de PSI bedoel je. Hoe is daarmee? Ja, gaat heel goed. Ja, die had eigenlijk ook selecties kunnen lopen voor andere dingen, wat natuurlijk niet doorging. Maar René, ze gaat fantastisch. Robin Reiter. En dat is echt een hele goede combi met haar. Dus dat is een belofte voor de toekomst. Het is niet dat jullie tijdens corona dachten, hadden we dat geld maar even binnengehouden. Ja, maar ja, toen was er nog geen corona. Nee, dat weet je dus natuurlijk weet je niet. Wat te horen niet. Nee. Dus het is een fantastische merrie. Het is fantastisch en we zijn er heel blij mee nog steeds. Ja. En hoe heb je het zelf hier gehad op het NK? Wat ik al zei, ik was heel blij dat het weer georganiseerd werd en dat we de kans kregen om dit te gaan doen. Sportief? Sportief ging heel goed. Ik ben zeer tevreden namelijk. Ik heb een paard verloren, Mariposa, meegenomen. Die heb ik nu 3 Caprice & George gestart. En eerst dacht ik van ja, misschien is het wel iets te snel voor haar om op zo'n groot evenement te lopen. Maar ik denk ja, weet je, daar komt er misschien maar eentje nog. Ik vind het toch wel gaaf als zij daar kan lopen. En ze heeft het echt boven verwachting gedaan. Het was echt fantastisch. Ik heb een hele fijne Caprice & George kunnen rijden. En vandaag in de kuur liep ze echt fantastisch. Ik ben echt heel blij. Ik had wel een fout in mijn pirouette, maar dat vergeef ik haar. Ja. En ik vind het echt een belofte voor de toekomst. Dat is ze echt. Dus ik heb er enorm van genoten. Dus met een goed gevoel naar huis. Absoluut, absoluut. Zeker weten.